Op dinsdag 17 september heeft Veluwe Zon in beeld met 5 cameramensen een registratie gemaakt in het openluchttheater De Klaproos in Rovezen van het herdenkingsconcert en theatervoorstelling Blik terug. Over de gebeurtenissen in Rovezen in het huis van Dick van het Land, precies 75 jaar geleden. Het bombardement op Rovezen en de gevolgen daarvan. Voorafgaand aan de registratie spraken wij met Dick van het Land in het historisch museum van Pro Persona. Achter het terrein waar de riolering op uitkomt. Aangezien wij geen open water hebben, is dit de plek waar wij schaatsen. Tot slot waren daar nog jouw tante Mien. Oh, kom maar. Ik help je wel even. Kom maar. En je kleine zusje Lily. Ja. Allemaal lachen naar het vogeltje. Bij ons in de straat woonde een weduwe met haar invalide zoon. Die jongen die overleed, dat gaf de vrouw niet op. Dat vertelde ze niet. Ze stopte de jongen onder de vloer, nee, zodat ze kon gebruik blijven maken van de voedselbonnen. Wow. Nou ja, dat was natuurlijk niet vol te houden. Dat begon ontzettend te stinken. Uiteindelijk werd de jongen opgehaald door een handkar van de gemeentereiniging. Staat u aan onze kant, excellentie. Ons leven ligt in uw hand. Veiligste plek? Onmiddellijk. Heel goed. Veel mensen hadden geen idee. Iets met dat iedereen hele gekke dingen deed, toch? Ja, gekke dingen. Voor jou was die dolle 5 september 1944 de opmars naar een regelrechte hel. Op die dag speelden zich in heel Nederland emotionele taferelen af omdat er berichten waren dat het land nu elk moment bevrijd kon worden. De geallieerden hadden in een paar dagen tijd veel terrein gewonnen. Vanavond wordt er een groot concert gehouden hier in Wolfhezen. En dat is helemaal gebaseerd op uw verhaal, hè? Ja, inderdaad. Ja. Het verhaal, dat had ik wel langer. Maar dat is nooit van gekomen om dat naar voren te brengen. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om het erover te hebben. En nu heeft uw kleindochter daar, ja... Ik heb het nog niet gezien, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat het een prachtige voorstelling wordt vanavond. Ja, ik denk het ook. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is wel goed dat er eens een keer dingen boven water komen die van belang zijn. Ja. Voorheen waren we altijd bezig met, het is nou eenmaal zo gebeurd. En het is fout gelopen, maar nou ja, dat moeten we dan maar accepteren. Ja. En dit keer ging dat heel anders. Want ik was bij een vergadering hier over de plannen die men wilde ontboezemen om dat hier naar voren te brengen. En daar klopte niks van. Ik dacht, nou, dat neem ik zo niet. Nee. En dan ben ik er maar eens een keer voor gaan zitten. Een hele dag eigenlijk. Zo. Ik wist een heleboel. Niet alles, maar een heleboel. En dan heb ik alles op een rijtje gezet. Toen was de legbus al klaar. Dus ze bracht hier naar voren en het viel heel goed. Ja. En dat merkte ik dat het goed viel, dat met de dodenherdenking. Maar altijd verenigingen en vooraanstaande mensen kransen legden. Maar nu deden de patiënten het. En ik dacht, ja, ze hebben het begrepen. Ja. Ja, want u zei het al, hè? Er werd eigenlijk na de oorlog niet zoveel over gesproken. Nee. Iedereen die terugkwam, die ging hard aan het werk om alles weer op te bouwen, hè? Ja, ja. Ja, ik heb ook nog de hele hongerwinter meegemaakt in Utrecht. Och, dus ja. Ja. En dan is de situatie heel anders. En als dan na de oorlog, bij de bevrijding, nou ja, dan moest alles weer op de rails gezet worden. Ja. En
dan, ja, dan wordt het verleden een beetje verdrongen eigenlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat verhaal op papier te zetten, maar ook wel dat, dat u er blij mee kunt zijn, dat u het verhaal eens kunt vertellen. Ja, ja. En het past allemaal, het was een legpuzzel, het past allemaal precies in elkaar. Ja. Want mijn, mijn vader, die had toen in de oorlog de radio's ingeleverd moesten worden, had hij in de machinekamer van de inrichting hier, van de noodwaterpomp, mm-hmm. had hij een toestel, een radiotoestel geplaatst, ingesteld op Radio Oranje van Londen. Mm-hmm. En daar mocht ik, daar moest ik met de koptelefoon inpluggen. En dan kon ik het alles precies horen, ook wat koningin Wilhelmin zei. En ook waarschuwde wat de mensen niet moesten doen. Ja, wat ja. in officie wel gebeurd is. Ja. Ja, en ik ken die opnames. Was dat niet heel raar om daarnaar te luisteren? Te luisteren dat de ene helft van Nederland eigenlijk al bevrijd was en de andere helft, waar wij dan hier nu zijn, nog niet? Nou, we gingen ervan uit dat het alles zou lukken. Ja, ja. Maar ja, ontkomen die was een tunnelkijker. En dingen die hij had moeten weten, dat negeerde hij. Nou ja, en dan ging de boel rollen. En dan kregen de parachutisten of de Britten dan die de landen, kregen de consignes mee. De Nederlanders zijn niet te vertrouwen. Tja, maar daar zijn ze inmiddels wel achter dat het anders is. Ja, en vooral het verzet van Oosterbeek heeft ontzettend correct gehandeld tot het einde toe. Ja. Ja, want er zijn nogal wat fouten gemaakt inderdaad in de oorlog. Die zijn nu inmiddels allemaal wel bekend, maar u was er natuurlijk een heel direct slachtoffer van. Ook. Ja, ja. Jij ja, rekent niet op een bombardement. Nee, kan ik me voorstellen. En dat is misschien ook wel het vervelende van dit bombardement, dat het ook is uitgevoerd van ja, mensen die eigenlijk een fout maakten, die hier kwamen om ons te helpen. Ja, maar want de Amerikanen hebben gebombardeerd, hè? Ja. Want het was op verzoek van de Britten om een bombardement uit te voeren, omdat hier Duitsers zouden zitten. En, maar die Duitsers waren net vertrokken, maar die berichten waren niet doorgekomen in Londen. En de stafchef van generaal Urquhart, Mackenzie heet die geloof, en die zei, nou, er zitten geen zwakzinnigen. Dus, en toen hadden de Amerikanen gezegd, u neemt de verantwoording, ja, ik neem de verantwoording. Wat dat dan betekenen mocht. Ja, en u zat er mooi mee met die verantwoording, hè? Want, ja. ja. Inderdaad. Ja. Was het moeilijk om weer terug te komen en dan ja, eigenlijk toch een beetje te doen alsof er niks gebeurd was om maar weer door te gaan? Nu bedoel je? Nee, destijds bedoel ik, destijds. Toen u terugkwam na de bevrijding. Nou, ik kwam hier niet terug, want ik bevond me toen in Utrecht. Ik heb ongewinter, heb ik ook dan meegemaakt en zo. En nou ja, toen de bevrijding bereikt was, nou, dan probeerde je alles om me weer op de rails te krijgen. Ja, ja. Maar ik kwam hier wel elk jaar bij de dodenherdenking in Wolfezen. En was ik heel kritisch wat er gezegd werd. Want dat was dan in de kerk van het dorp hier. En die is nou gesloten, maar dan sprak er iemand. En ik kon meteen merken of ze er iets vanaf is of niet. Ja, dat had u natuurlijk onmiddellijk door. En dan kreeg ik de naam van, ja, die vent die weet alles. Maar ja, dat is niet zo, hè. Ik weet wel een hoop van de oorlog, maar niet alles. Nee, maar u weet natuurlijk wel alles wat er met uzelf gebeurd is. En, dat wel, ja. Ja. Nou, ik wens u
Plezier vind ik een beetje een raar woord in deze context. Ja. Maar ik hoop dat u geniet van de voorstelling vanavond. Ja, dank u wel. Okay. Dank u wel voor het interview.